Play-offs Vitesse voor Europees voetbal na ruime overwinning op de Graafschap. De Arnhemse ploeg won met 6-1 van de Graafschap. Voor de wedstrijd nam Arnold Kruiswijk afscheid na 5 jaar Vitesse en 77 wedstrijden in het geel-zwarte tenue. Na afloop spraken we met Thomas Buiting en trainer Leonie Sloetski. Thomas, van harte gefeliciteerd. Wat was het voor wedstrijd? Ja, bedankt. Het was een hele mooie wedstrijd voor ons dan en goede scoren. Elke doelstel opgekrikt en we staan nu vijfde en woensdag gaan we proberen vijfde te blijven. Twee doelpunten en een hele mooie, hè? Die kopbal, hè? Ja, klopt. Ja, ik stond zelf ook een beetje versteld van. Nou ja, het was een goede voorzet en ik kon hem mooi binnenkoppen en hij viel er ook mooi in. Dus ik ben er blij mee en woensdag probeer ik weer te scoren. Hoe was het vandaag om met Matas samen te spelen? Hij stond voor het eerst in de basis. Ja, leuk voor hem en ik vind het altijd leuk om met hem te spelen, want het is toch wel een grote speler vind ik. En met hem is het ook fijn, want lang en kan ballen doorkoppen en altijd rust bij hem. Dus ik vind het leuk dat hij weer erbij is en mooi. En ik denk dat hij ook goed gespeeld heeft vandaag. Je moest veel energie in deze wedstrijd stoppen, hè? Want je was ook verdedigend, hielp je ook een handje mee, hè? Ja, klopt. Ja, dat probeer ik altijd te doen, ook al staan we 6-1 voor of ik zeg maar wat. Dus dat probeer ik altijd te doen en vandaag deed ik dat ook weer, maar daar word ik harder van en daar kom ik ook van in mijn spel, dus dat ging goed. Hoe kijk je op deze competitie terug? Ja, eigenlijk denk ik wel mijn mooiste seizoen denk wel in mijn hele carrière, nog zo jong, maar ik ben heel blij dat ik het vertrouwen heb gekregen dit seizoen en dat ik ook wat goals heb kunnen maken en daar ben ik heel erg blij mee. Ja, want je was eerst niet nummer 1 als spits, hè? Dat was een beetje de derde of vierde plek, een beetje. Ja, klopt. Ja. Eerst was het nog zelfs vijfde misschien en vijfde plek spits. En, maar ik vind het mooi dat ik het vrouw heb afgedrongen en volgend seizoen is nog de play-offs natuurlijk en woensdag nog. En dat is heel belangrijk voor ons. En dan hopen we volgend seizoen weer voor om de Europa League te spelen. Oh yes, it was top game for us and very good result, but to be honest, first 15 minutes was very difficult for us because the Graafschap tried to control the game, score very quick, very fast goal, because for Graafschap it was much between life and death. And first 15 they need absolutely the points today, the Graafschap. Yes, and we understood it will be very active, especially first minute, because we needed points. And but after first 15 minutes, when we especially score first goal and second goal, we totally control the game, and the Graafschap use only long balls or try to score after set pieces, but we control the game. And especially I'm very happy for some young players who score today. And Buiting and Odegaard. Yes, and Buiting already scored 7 goals for his first season, like first normal season, with his top results. And Richie Moussa balls, it was his debut and automatically goal. Very important score goals, especially for young players, for confidence for the future. So we are talking now with a trainer who is happy and satisfied about this game. Yes, but we don't have time for celebration. Wednesday, a new play. Yes, Wednesday, new game, and very important for us finish on the fifth position, because this is very big difference, money difference between 5 and 6 positions. For the TV money. Yes, and for us this is very difficult. And next, our goal try to stay in the fifth position at the end.